Nou, ook nog even laten zien dat we ook 's avonds hier zitten met die twee geiten. Herman en Sietske hebben een. Gaan een oude. Ja, hoe noem je dat? Een boodschappen. Ja. Boodschappenvrachtwagen of zo. Mm-hmm. Ombouwen. En ze staan nu naast ons. Oh ja, we hebben de vlog nog niet geopend. Welkom bij een nieuwe vlog. Dus, maar dit boek hebben wij. Heeft Frank ooit besteld voor mijn verjaardag 3 jaar geleden. En die was kwijt. En toen in één keer kregen we 2. Dus ik ga deze even inpakken als cadeautje. Nou ja, dat ze een nieuwe bus gaan ombouwen eigenlijk. Maar ze gaan het als tiny house ombouwen. Dus ze gaan er zelf niet in wonen. Maar wel een superleuk project. Dus die ga ik even inpakken, hè? Zo, er komt even een Yukon naast ons staan. Mijn god, nog nooit zo... Ja, het is wel een van de grootste, denk ik, die we hebben gezien, of niet? Ik dacht bijna dat ze in onze bus gingen parkeren. Ja, dat is niet goed, ja. Dat is niet goed. Kijk me eens recht aan in de ogen. Kijk me eens recht aan in de ogen. Dat doe ik. Recht. Dat doe ik. Nou, dat scheelt weer. Kijk jij mij eens recht aan, Ferry. Herman, wat heb jij gisteren gegeten dan? Poep. Nou, Sietske is ook toegevoegd aan de club. Hallo. Sietske is weer terug. Ik ga lekker eten. En ik heb heksaranje. Pas wel bij je. Het lijkt heel erg op die ja. Het lijkt heel erg op die afwasmiddel die ik net heb meegenomen. Toch? Is het eigenlijk ook. Oké, eet smakelijk. Ik hou van cadeaus. Ik hou heel van cadeaus geven, maar ook heel van cadeaus ontvangen. Ja. Ik krijg gewoon een cadeau, wat ik leuk. Ik vind dit heel leuk, Ella, hoe je dit hebt ingepakt. Dat moet ik even eerst zeggen, want dat ben ik ook heel gevoelig voor. Graag gedaan. Leuk, ben benieuwd. Het kaart krijgt in ieder geval een mooie... Heel leuk. Dekje? Weet je nou niet? Ik weet nog niet hoe leuk het is. Ik denk dat het iets met grote villa's te maken heeft. Ja, hele grote huizen. Ik denk het ook. Leuk! Wow, hebben jullie ook? Nee, die hebben we niet. Yes. Super tof. Yes. Wat een vet boek. Nice. Wat voor boek is dit dan? Het over fanlife, denk ik. Ja. Het is gewoon een boek met heel veel. Ik ken hem, maar we hebben hem niet. Ik ken deze dus niet, maar. Ik ken hem wel. Maar hij is ook niet heel gek. Wij hebben er ook wel dingen uitgehaald. Ah, liefies. Heel erg bedankt. Dan ga je weer even naar nee, dat gaan we niet doen. Jawel. Nee. Ik ga doen wel even zo dan. Dank je, liefje. Echt lief. Mensen het niet ziet. Echt heel erg lief. Echt leuk. Dank je, Caddy. Heel veel plezier. Echt lief. Het is echt een flink avontuur wat jullie gaan doen. Nou, ook nog even laten zien dat we ook 's avonds hier zitten met die twee geiten. Ah, oh, shit. We hebben nog een leuke cadeau gekregen van Frankie en Ellie. Vraptaart. Frank? Kijk. Deze. Frankie. Sietske heeft iets leuks. Dit hebben we gekregen van Frank en Ella. Frankie. Heel lief. Als cadeau. Zo. Melk, kijk, daar ligt hij. Nou, dit hebben we dus gekregen van Frank en Ella. Oh, broccoli soep! Lekker! Broccoli? Broccoli?
wist het. We zagen je story al. Nou, zullen we ook maar even laten zien dat we niet alleen maar binnen zitten met die twee geiten? Nee, precies. Helemaal begrepen het niet helemaal. Nee. Me free, come on. Get off, Jamai. I'm a dancer on the floor. I'm a dancer coming back for more. I'm a dancer. Het is Herman van Idols, ken je die nog? Ja, dat was jij toch? En dat was jij, ja. I'm a dancer on the floor. I'm a dancer coming back for more. I'm a dancer. Van Idols. Hey! Leuk! Leuk! Zijn we weer alleen? Ja, dat wordt een nieuwe tafel. Laat eens zien. Tafel. Oepsie. Oeps. Oeps. Frank reed naar achter, maar hij was vergeten dat de tafel nog onder de bus lag. Nou ja. Lullig, maar goed. Nou. Ik heb het horretje weer opgehangen. En hier is een houten plankje achter ze met de... hoe noem je dat nou? Pincetten? Nee. Dit. Ik ben even de naam kwijt. Zo. Goedemiddag. De Merkel staat aan. De bloemen staat aan. Ella staat aan. Ella staat aan. De deur is open. De schuifraam is open. Achterdeur is open. Want het is bloedheet. En we hebben een koude... Koude Belzor. Want hoeveel graden zou het nu zijn? 27 en het wordt morgen 29, 30, 30, 31, 31, 29, 27. Oh, en nog iets heel leuks. Dinsdag 11 augustus, dus deze vlog is daarna al. Daar komt onze documentaire, nou ja, onze. Er komt een documentaire online op NPO 2 Extra, toch? Ja. Mm-hmm. En die gaat over de liefde en ideaalbeelden van de maker van die documentaire. En wij zijn daar een onderdeel van. Dus als je hem nog niet hebt gezien, dan kan je hem terugkijken op Doc. Denk het, ja? Nou, zoiets. We zullen het ook nog wel in de beschrijving zetten, denk ik. Dus, en de documentaire heet De Prins op het Grijze Paard. Dus als je die nog wil zien, zeker even kijken. Wij vonden hem heel leuk. Ook goedemiddag. Goedemiddag. Het is weer bloedheet vandaag. Maar we zijn nu omgedraaid. Waardoor we bijna al de hele dag lekker in de schaduw hier kunnen zitten. Nou, het is tot 1 uur schaduw. Dat is top. En nu hebben we schaduw van de bus. Dus no life will need it. No life will is niet dit. Zo, nou hier even zo melon. Oh, je hebt het ook zo gesneden. Yes. Oh, je hebt zo'n melon.
and then we go to the beach. Beach, let's go right away. Chillen on the beach. Even zwemmen, afkoelen. En dan zit de dag er alweer op. Bijna. En we hebben weer Ine, Maartje en Jelle die zijn aan de overkant. Gezellig. Toch? Deze dagen moet je gewoon niet zoveel willen doen. Veel te heet. Het is zaterdag. En het is vandaag nog warmer dan de rest van de week. Dus wat gaan we lekker doen? Douchen. Wij gaan deze vullen met wat lekker koud water. We hebben hier achter een meertje, alleen we zijn bang dat er heel veel blauwalg in zit. Want het is getest anderhalf week geleden en het is gewoon heel super heet geweest. Ja. En het is heel troebel water, dus we durven het niet echt aan. We gaan deze even vullen.